Ik zal me wel alvast even introduceren. Mijn naam is Rick Heijnen. Ik werk voor de gemeente Dordrecht, maar ben ook betrokken bij het telprogramma Rijnmond Rechtsteden. Ik zit wel voornamelijk vanuit mijn functie bij gemeente Dordrecht hier vandaag. Dus ik ga te vertellen over een project wat we de afgelopen, eigenlijk een onderzoek wat de afgelopen 2 jaar in Dordrecht is geweest, wat samenhangt met ons waterveiligheidsprogramma, wat eigenlijk al een doorlooptijd heeft van 15 jaar. Ik zit hier samen vandaag met Liesbeth van Binnen. Liesbeth, misschien kan je jezelf ook even voorstellen. Mijn naam is Liesbeth van Bienen. Ik ben programmamanager risicobeheersing bij de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Ik draai ook mee in het programmateam van het Delft-programma Rijnmond Rechtsteden. En heb met waterveiligheid ook vaak met Rick te maken binnen de gemeente Dordrecht. Ja, ik werk inderdaad aan zowel klimaatadaptatie als waterveiligheid in Dordrecht. En vooral vanuit de waterveiligheidshoek zitten we hier vandaag. Ik ga maar gewoon beginnen. Als de mensen iets later aanschuiven, dan is het niet een heel lastig verhaal om in te vallen. We gaan het vandaag hebben over de Staart, een gebied in Dordrecht, waar de afgelopen anderhalf jaar een onderzoek voor gedaan is vanuit de IABR, de Internationale Architectuur Biennale in Rotterdam. Ik ga het daar deels over hebben, maar ik ga het ook echt deels hebben over het grotere idee erachter. Dus als de... Ja, kijk zo. Ik ga eerst kort even het meerdaagsveiligheidsconcept toelichten. En dan de situatie in Dordrecht, waarom wij op het idee zijn gekomen om de Staart een ontwerpend onderzoek voor te gaan doen. Dan zal ik wat van de resultaten uit het onderzoek gaan toelichten. Maar dat is maar heel kort, want dat is heel erg veel. Maar voornamelijk, als jullie het echt heel erg interessant vinden, dan zou ik zeggen... 2 juli gaat de expositie open in Dordrecht, waar we het over dit onderwerp hebben, waar IABR ook zijn resultaten zal delen, maar waar we ook andere zaken presenteren en communicatiematerialen hebben staan. Dus dan komt dan ook vooral langs. Hopelijk kan het dan ook allemaal weer een stukje makkelijker met corona. Stellingen en discussie hebben ze nu al tijdens de presentatie. Dan doen we gewoon door middel van een poll en dan kunnen we aan de hand van de resultaten van die poll even kort wat vragen stellen. Maar als je tussendoor al vragen hebt, zet ze gewoon gelijk in de chat. Liesbeth zal ook even meekijken en die kunnen we dan anders even, terwijl we de poll aan het invullen zijn, ook gelijk behandelen. Ook opletten, de workshop wordt opgenomen. Dus als je geen zin hebt om in beeld te komen, zet dan gewoon makkelijk de camera even uit. En dan heb je daar sowieso geen problemen mee. Nou, meerlaagsveiligheid. Het zegt het eigenlijk al, we kijken naar veiligheid en voornamelijk dat nu waterveiligheid vanuit verschillende lagen. Laag 1 is preventie, zorgen dat het niet kan gebeuren. In Nederland hebben we het gewoon gedaan door dijken, verhoogd bouwen. De terpen natuurlijk van vroeger, maar dat hebben we tegenwoordig ook nog veel gedaan. Om er maar voor te zorgen dat er geen overstroming, geen overlast kan plaatsvinden. Dit is, gezien de lage situatie van Nederland op veel gebieden, de preventieve maatregel die wij altijd toepassen. Daarnaast zijn er ook nog andere. Adaptatie, crisisbeheersing, laag 2 en laag 3. Adaptatie is zowel voornamelijk bekend vanuit klimaatadaptatie, maar is er ook gewoon puur voor het risico op overstromingen. Denk dan aan waterrobuust bouwen in buitendijkse gebieden of gebieden die vaker een lagere waterhoogte kunnen verwachten, te zorgen dat water geen schade kan aanrichten. Maar ook het verhoogd aanleggen van vitale netwerken, ruimte voor de rivier is hier een goede voorbeeld van. Maar ook risicocommunicatie, om mensen te informeren over wat er kan gebeuren, zodat zij zichzelf ook al beter kunnen aanpassen of beter kunnen weten wat er kan gebeuren. En laatste laag is dan laag 3, crisisbeheersing. Wat te doen als er daadwerkelijk een overstroming dreigt of gebeurt. Wat kunnen we dan doen om de impact zo laag mogelijk te houden? Want het uiteindelijke doel eigenlijk van meerjaarsveiligheid is de impact van een overstroming en de kans op een overstroming zo laag mogelijk te houden, waardoor het totale risico ook laag is. Als we alleen maar dijken bouwen, dan zijn we heel erg veilig. Dat zijn we gelukkig ook in Nederland. Maar als er dan toch een overstroming plaatsvindt, doordat er een extreme situatie is, of er is een ongeluk met een dijk of wat dan ook, dan valt de impact van de overstroming tenminste mee als de rekening over is gehouden. En daarom is meerdaagsveiligheid, risicovermindering zo belangrijk. En dit is wat we eigenlijk ook al 15 jaar lang in Dordrecht proberen toe te passen, waarbij we als gemeente dan in laag 2 en laag 3 actief zijn, waar laag 1 natuurlijk veel meer de verantwoordelijkheid is van het waterschap en de Rijkswaterstaat. Dit principe
Dit is de standaard en het begin eigenlijk waarom we ook met dit onderzoek bezig zijn gegaan. Nou, de Staart van Dordrecht ligt hier, voor de mensen die Dordrecht kennen. Het historisch centrum ziet aan de linkerkant, net links van de cirkel, ligt ook voor een gedeelte buitendijks. Maar de Staart is het grote industrie- en ook deelwoongedeelte wat aan de noordelijke kant van het eiland ligt. En dit gedeelte ligt helemaal buitendijks, ligt ook heel erg hoog en zal bij een overstroming niet overstromen. Of eigenlijk in ieder geval bij risico op een overstroming op de rest van het eiland zal de Staart droog blijven. Nou, even een testpoll om te kijken of het allemaal werkt. Heel simpel, zou u buitendijks willen wonen? Ja, nee, of ik woon al op de hoge zandgronden, dus dit is überhaupt geen discussie van mij. Ik weet niet of de testpoll nu al... Ja, kijk eens aan, daar gaat hij open. Ben ik benieuwd. Nou. Blij om te zien dat in ieder geval redelijk wat mensen buitendijks willen wonen. Nog niet heel veel reacties binnen, maar... Zo nu en dan in Dordrecht merken wij dat bij mensen die buitendijks wonen, dat er nog vrij veel twijfel is of het wel allemaal veilig is. Omdat er regelmatiger water op de kaders kan komen. Maar... De poll was al gesloten voor je iets kon drukken. Hij komt nou opnieuw, hè? Misschien dat je opnieuw meer antwoorden krijgt. Oké. Okay. Hij komt nu opnieuw inderdaad. Oké. Okay. Nou, toch een paar mensen die liever zeggen, nou, liever niet. Ik woon wel gewoon binnendijks. Een paar mensen die het helemaal verstandig doen, gewoon gelijk op de hoge zandgrond gaan wonen. Nou, hartstikke mooi. Laten we vooral doorgaan. We hebben niet heel veel tijd, maar dit systeem werkt dus goed. Dan, ik weet niet of ik hem weg kan klikken voor iedereen of dat iedereen hem zelf weg moet klikken. Maar ik zal in ieder geval doorgaan met de presentatie. Nou, waar we in Dordrecht eigenlijk mee begonnen zijn, toen we gingen werken aan deze waterveiligheidsstrategie, waarbij we dus ook keken van nou, wat zijn de ruimte voor laag 2 en laag 3 maatregelen, is een impactanalyse. Hetzelfde wat alle veiligheidsregio's momenteel eigenlijk ook aan het doen zijn. Dit hebben we ook dan ook samen met de veiligheidsregio gedaan. Maar daaruit bleek dat Dordrecht eigenlijk relatief veilig is. Alleen maar bij echt een grote overstroming hebben wij een kans dat het grote binnendijkse gedeelte waar ook onze stedelijke omgeving is overstroomt. Maar als het dan gebeurt, is het wel gelijk een diepe en snelle overstroming. Binnen 24 uur zal er op een groot gedeelte minstens een meter water staan en eigenlijk loopt het heel snel vol tot gemiddeld 3 meter water. De buitendijkse gedeeltes, dus hier de Staart waar we het over hebben, die blijven dus ook droog in een scenario waar er een zeer grote overstroming is in het binnendijkse gebied. En dat is, gaf ons juist daar ook wel weer mogelijkheden toe. Want deze overstromingsscenario eigenlijk betekent ook heel erg veel voor evacuatie. Wij hebben altijd gekeken van nou, evacuatie is een heel belangrijk onderdeel van laag 3. Hoe zorgen we ervoor dat mensen veilig wegkomen? Maar toen we op een gegeven moment deze scenario's hadden en doorgingen rekenen van nou, hoeveel kan je dan ook evacueren, kwamen we erachter dat bij een gemiddeld scenario je eigenlijk maar 24 uur de tijd hebt om veilig te kunnen evacueren. Daarna is de storm al zo groot dat het niet meer kan. Dat gemiddeld gezien maar 15% van de mensen geëvacueerd kan worden. Wat betekent dat 85.000 mensen op het eiland achter moeten blijven. Of meer zelfs. Dat leverde ons een nieuw perspectief op om niet alleen maar te kijken naar nou, hoe kan je alle mensen zo snel mogelijk wegkrijgen. Maar vooral hoe kan je zorgen dat mensen eigenlijk een veilige plek hebben binnen de stad om te verblijven. Dat kan op eigen zolder zijn, maar dat kan ook op andere plekken zijn. Nou, ook nog eventjes waarom we hier speciaal naar kijken en ook de afgelopen tijd meer aandacht aan zijn gaan besteden. We zien natuurlijk de klimaatverandering, we zien een zeespiegelstijging in de toekomst ook mogelijk versneld doorgaan. Dit is nog het oude scenario waarbij ze volgens mij mijn hoofd rekening houden met 80 centimeter maximaal aan het einde van het jaar. Die 80 centimeter klinkt niet zo heel veel, maar als je het vertaald naar extreme gebeurtenissen, waar wij onze dijken momenteel dus voor ontwerpen, dan zie je opeens dat er een hele grote opgave ontstaat. Onze dijken zijn momenteel sterk genoeg, of breken pas bij een eens in de 10.000 jaar waterstand van 3,20 meter. We zien aan het einde van 2100, met een zeespiegelstijging die, ben bang, al enigszins gedateerd is, dat scenario al één keer in de 500 jaar optreden ongeveer. Dat is een enorme toename van de risico, waarbij dus ook een enorme dijkversterkingsopgave ligt. Het is lastig als het zo snel gaat om altijd die dijken even hoog te houden als nodig is. Wat het belang van een laag 2 en vooral een goede crisisbeheersing des te groter maakt in het algemene risico. Ik ga hier niet te diep op in, maar dit is wel een van de factoren die bij ons sterk meerekenen.
De evacuatieplannen tot nu toe waren ook altijd vrij algemeen. Een dijk breekt door en alles moet via de snelwegen weg. Door onze eigen analyses kwamen we er eigenlijk ook al achter dat het gewoon niet mogelijk is om iedereen snel weg te krijgen. We staan momenteel allemaal al in de file op een gemiddelde werkdag. Laat staan als we ook echt allemaal moeten gaan bewegen. Daarom juist ook gaan kijken naar evacuatie binnen de stad zelf. In Dordrecht kwam daar dan ook nog bij dat wij een grote woningbouwambitie hebben op dit moment. Waarbij we 10.000 woningen binnen de stedelijke omgeving willen gaan ontwikkelen. We hebben daar twee locaties voor kwamen naar voren als grote kanshebbers. Langs het spoor aan de westkant van de stad en op de Staart. Toen dat op een gegeven moment 3 jaar geleden naar voren kwam, dachten wij vanuit het programmateam dat bezig is met klimaatadaptatie van nou, dit is een enorm mooie kans om te kijken of we de Staart, als daar toch veel ontwikkeld gaat worden, of in ieder geval een visie voor gemaakt gaat worden, of we dat dan niet samen kunnen nemen met een visie op waterveiligheid. Omdat eigenlijk de Staart als hoog buitendijks gebied een veilige schuillocatie zou moeten zijn voor de rest van de stad. En dit is eigenlijk waar we mee aan de slag zijn gegaan. En dit vraagstuk is in een vorm ook opgepakt door de IABR, maar gaan we nu op onze eigen manier ook weer mee door. Maar dat was de samenkomst eigenlijk van twee grote opgaves die wij heel erg integraal met elkaar hebben uitgedacht. Want ik zei het al, dit kaartje volgens mij ook al net laten zien tijdens de plenaire sessie. De Staart ligt hoog. Het ligt echt minimaal 3,5 meter boven NAP. Gemiddelde gedeelte is soms zelfs 4 of 5. Wat ook met zeespiegelstijging straks gewoon gaat betekenen dat het of helemaal droog ligt, of bepaalde gebieden misschien een halve meter water komt te staan voor een dag, waarna het ook weer wegloopt. Dus je kan het vergelijken met binnendijks gedeelte, waar je misschien op je zolder zeker droog zal zitten, maar als het water daar eenmaal staat, is het een badkuip die zichzelf vol laat lopen. En dan kan het maanden duren voordat het water eruit is. Je zit dan op je eigen zolder, je moet gered worden of je moet jezelf gaan redden. Dat kan maximaal 7 dagen duren. Ten opzichte van op de Staart, waar je een dag na de storm naar buiten kan, over een heel gebied rond kan bewegen en ook grootschalige hulp kan arriveren via de vele havens die er ligt. En waarop je dan ook veel sneller, oftewel, naar de stad kan gaan als er geen overstroming was. Of je kan sneller naar Nijmegen, om het even simpel te maken, als er wel een overstroming was en dat is het droge gebied. Dus vanuit dat perspectief bood het heel veel mogelijkheden. Nou, daarom het onderzoek. Water als hefboom. Het idee hierachter was, nou laten we naar deze gebiedsontwikkeling kijken en dan niet een keertje een gebiedsontwikkeling waarbij we gewoon al van tevoren kijken van oké, en hoe zorgen we dat het ook waterveilig is? Hoe zorgen we dat we de schade voorkomen? Nee, een gebiedsontwikkeling waarbij we alles uitdachten, ontwerpten, onderzoeken vanuit het perspectief van waterveiligheid. Hoe kan elk onderwerp bijdragen aan de Staart als schuillocatie? Bij sommige onderwerpen had dit een hele grote impact, zoals mobiliteit of stedenbouw. Bij andere onderwerpen veel minder. Recreatie en natuur of energie en duurzaamheid, dan was het meer standaard. Maar zelfs daar waren ook altijd meekomende kansen. Omdat het maar vrij kort is vandaag, ga ik het over de 3 onderwerpen ga ik iets op in. Mobiliteit, evacuatie, stedenbouw en lokale economie. Andere onderwerpen laat ik dus even liggen. Goed, als u daar meer over wilt weten, dan kunt u inderdaad ook naar de IABR-expositie straks in Dordrecht. Ik wil wel nog even iets zeggen over milieu en risico, vooral omdat er momenteel ook weer veel met nieuws is rond PFAS. De meeste van jullie zullen waarschijnlijk weten dat Gemoers ook op de Staart staat in Dordrecht. Dat is natuurlijk een problematische locatie als het gaat om milieu, ook zeker om risico. In dit onderzoek hebben we gekeken naar wat er zou kunnen. En hebben we daarom bestaande kaders momenteel wat losgelaten om juist een soort vergezicht te schetsen. Met het idee, als je het alleen maar binnen de huidige kaders kan doen, dan ga je ook nooit een echte grote woningbouwopgave hier realiseren. En juist door verder te kijken kunnen we ook een beetje een beeld neerzetten op van nou, durf te dromen en dan zie je ook wat de mogelijkheden worden eigenlijk. Dus we hebben er zeker naar gekeken, maar niet uitvoerig, juist vanuit de reden, je moet het eigenlijk kunnen willen. En vanuit daar moet je een beeld schetsen wat dan misschien een mooie startpunt is voor een bredere discussie. Over juist dit soort lastige milieu- en risicovraagstukken. Goed.
Mobiliteit en evacuatie. Nou ja, ik zei het al. Hè, we hebben gezegd, nou, hoe gaan we de staart inzetten om mensen naartoe te evacueren? We hebben totaal 120.000 inwoners op het eiland. We zeggen, nou, 15%, 15.000 mensen kan dus richting Breda. Die zijn helemaal veilig. De rest van de mensen zal dus of op een hoge zolder moeten gaan zitten of naar de staart moeten gaan. En we hebben gezegd, om maar gewoon een getal te hebben waarmee we konden gaan werken. Nou, we zeggen 60.000 inwoners, 50% van de bewoners. Dat zijn dus 60.000 inwoners die dan niet individueel van de zolder afgehaald moeten worden, één voor één met bootjes, maar gewoon op de staart gelijk veilig zijn. Ik denk dat we allemaal na de coronatijd opnieuw hebben kunnen waarderen hoe belangrijk het is om naar buiten te gaan. Dus stel even voor, als je 7 dagen lang met je hele familie op zolder moet gaan zitten, dan zou ik zelf ook liever op de staart zitten, omdat ik een wat groter beweeggebied voor mezelf heb. Maar dan is nog steeds de vraag, hoe gaan we de staart erop voor realiseren? Maar dit bood ook al veel nieuwe discussiepunten eigenlijk. Want hoe krijg je die 60.000 mensen daar? Als ze allemaal een auto meenemen, hebben we daar eigenlijk niet eens de ruimte voor. En momenteel zijn er ook eigenlijk maar heel weinig routes. Het belangrijkste is misschien nog wel eigenlijk de huidige staartbewoners. Die 60.000 mensen die moeten ergens kunnen overnachten. Dat kan in fabrieken, dat kan in grote zalen, maar dat kan natuurlijk ook gewoon bij de mensen thuis. Zoals ook bij vorige overstroming is gebeurd. Maar de vraag is dan wel een beetje, ja, hoe gaan mensen daarmee om? Dus daarom dachten we, nou, in ieder geval een leuke stelling en misschien ook al een mooi moment voor wat vragen of een korte discussie is. Bij een dreigende overstroming, wat verwacht u dan? Verwacht u dat de staartbewoners in het gebied blijven? Of misschien zelf wel weggaan? Zijn ze bereid om evacuees in hun huis op te nemen? Dat zij zullen zeggen van nou, de mensen in het binnendijkse gedeelte zullen naar de staart gaan als veilige locatie. Of dat is ook al een heel lastige boodschap om te brengen. Of zegt u, nou ja, je kan allemaal wel dingen willen, maar evacuatie is sowieso een chaos en niet te sturen. Dus dat denk ik. Als de poll hiervoor online kan komen. Kijk. Nou, zet gewoon in wat u denkt. Ik ben benieuwd om dan in ieder geval wat reacties te vragen. Lisbeth, ik weet niet of we al vragen hebben in de chat. We hebben nog geen vragen in de chat. Vragen in de chat, oké. Ik zie in ieder geval dat 32 mensen binnen zijn. We hebben nu nog 9 antwoorden. Oh, het gaat sneller nu. Het loopt gelijk op. Ik zie ook best veel reacties voor evacuatie is niet te sturen. Zou iemand dit willen toelichten? Ik kan jammer genoeg geen gezichten zien. Dus ik zou zeggen, als u zich geroepen voelt, zeg het vooral. Of zou iemand even iets zeggen? Ja, graag. Ik had inderdaad evacuaties niet te sturen. Aan de ene kant denk ik wel dat bewoners bereid zijn evacuees op te vangen. Dus bijvoorbeeld wat we in de Oblast Gewaard vonden, van mensen zijn wel bereidwillig. Maar ja, dat is heel persoonlijk. Dus daarom denk ik dat de een zal denken van jawel, het is veilig. Of iemand die er woont, ja, de een vindt het misschien veilig, maar de ander niet. Dus ik denk dat iedereen zelf een keuze maakt en dat die niet altijd rationeel is. Wat zouden wij dan eigenlijk kunnen doen, denken, om te sturen in die keuze? Of in ieder geval, ja, de sturen is dan misschien niet het goede woord, maar in ieder geval zoveel mogelijk mensen het idee van veiligheid te kunnen geven. Is het dan communicatie of? Vermoed het verhaal vertellen. Verhaal vertellen, oké. Ik zie dat iemand anders ook een handje heeft opgestoken, maar ik zie alleen het woord iPhone staan. Dus ik heb geen naam. Staat nog op mute. Nee. Maar goed, als u straks nog iets wil zeggen, dan laat het gewoon weten inderdaad. De persoon die een handje heeft om even stoppen, maar dan gaan we nu... Ja, sorry, volgens mij. Ja, de antwoord kwam van mij... Kunt u zichzelf even voorstellen, dat u alleen een iPhone heeft? Paul van Nes. Ah. Dus gezien meer de ervaringen van de laatste tijd met corona, hoe mensen daarmee omgaan en hoeveel discussie en afwijkende gezichtspunten er zijn, laat ik het zo zeggen, heb ik het idee dat de gemiddelde Nederlander zich niet zo makkelijk laat sturen. Ja, dat is ik denk zeker
waar. Een belangrijk verschil daarin vind ik wel dat corona is natuurlijk een crisis eigenlijk die nu al anderhalf jaar voortduurt. Ik denk om het goed te kunnen vergelijken moet je alleen naar de eerste week van de corona kijken. En ik kan me wel, niet dat het toen altijd alleen maar koek en ei was, want natuurlijk de supermarkten waren toen leeggehaald en er was gelijk een tekort aan wc-papier. Maar mensen bleven wel thuis. En het was echt de meest stille week op de straat, dat was het die eerste week. Dus, maar het zal inderdaad heel sterk aan het verhaal liggen dat Rutte toen die toespraak hield, dat was een heel belangrijk signaal. Alleen na een week hebt het gewoon dat effect ook weer snel weg. Maar interessant in ieder geval om te zien dat er al wel zoveel verschillende reacties zijn. Ik denk ook goed om omwille van de tijd door te gaan. We hadden het over de mobiliteit en de evacuatie. Ja, dit zijn eigenlijk de huidige routes die wij momenteel hebben van Dordrecht naar de Staart toe. Eigenlijk, ik speel een beetje vals hier, want de route die hier in het noorden ligt, die wordt pas na de zomer geopend in vorm van de Prins Klausbrug. Maar momenteel zijn er twee fietsroutes, twee autoroutes. Nou, we dachten, als je een grote stedenbouwkundige ontwikkeling doet, dan hoort er ook weer natuurlijk een extra capaciteitsvraag vanuit mobiliteit aan. Nou, realiseer dit dan met twee nieuwe bruggen, maar wel alleen voor fietsers of voor openbaar vervoer. Zodat we dan in ieder geval, als er een evacuatie is, niet alleen maar mensen met een auto kunnen komen. Die fietsroutes, die kan je wel verhoogd aanleggen, wat geen groot effect heeft op de gezondheid, wat wel het geval is met autoroutes. Dus op deze manier kan je daar dan bijvoorbeeld ook weer aan gaan denken. En het leverde ook al wel weer interessante discussies op, omdat we zeggen, oké, we hebben nieuwe bruggen nodig, maar hoe zijn die bruggen dan ook het meest effectiefst voor waterveiligheid? En op die manier kwamen we uit bij lage mobiliteit, maar wel verhoogde routes. En dan kom je automatisch uit bij fietsen eigenlijk. Wat ook natuurlijk voor andere onderwerpen binnen de gemeente een zeer gewenst middel was. Stedenbouw heeft ook hele interessante inzichten opgeleverd. Er is een ontwerp gemaakt. En daarom is het ook wel belangrijk om te zeggen dat het ontwerp niet zozeer de visie van de gemeente is. Maar het is meer een resultaat van een onderzoek. Waarbij we hebben onderzocht wat gebeurt er nou eigenlijk als je een ontwerp doet vanuit waterveiligheid. Want dat levert een beeld op wat nou niet echt gelijk gewenst is vanuit de gemeente. Maar we hebben de woningbouw hebben we eigenlijk gebaseerd op het aantal mensen wat je zou op willen vangen. Dus stel, je wilt 60.000 mensen opvangen. Nou, je zegt twee personen bij nieuwbouw erbij, één persoon bij alle bestaande woningen. Dan heb je al 17.000 mensen gemiddeld. Dan heb je nog 43.000 mensen ongeveer die je op andere plekken moet opvangen. Sociale voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen. Volgens mij is dat commerciële voorzieningen. Dus bioscopen, theaterzalen, als je dat zou gaan realiseren daar. Maar in ieder geval grote ruimtes, bedrijfsruimtes ook. Nou, 420.000 vierkante meter heb je dan nodig. Alles gezien bij elkaar. Dan krijg je zo'n ontwikkeling. Ik vergelijk het zelf altijd een beetje met Kop van Zuid op Dordrecht. Gezien de huidige stedelijke omgeving die daar momenteel is, hier bij Stadswerven en hier in bestaande wijken, ja, springt dit nogal uit het beeld. Dit is daarom ook niet iets wat er daadwerkelijk, denk ik, echt gaat komen. Maar het levert wel het beeld op van, oké, stel dat je hier wat intensiever wil gaan bouwen, dit is dan wel extreem, hoeveel mensen kan je dan gaan opvangen? En als je echt wel een bepaald doel wil hebben van een x hoeveelheid aantal mensen die hier wat gaan opvouwen, dan moet je ook keuzes maken in wat voor ruimtes je gaat creëren. Want je kan in grote open ruimtes veel meer mensen opvangen dan in individuele woningen. En dat levert dus ook alweer hele interessante discussies op. Nou, nog een poll. Dijken bieden genoeg veiligheid. Schuillocaties zijn niet nodig. Het kan ook gewoon zijn, dit onderzoek is leuk, maar ja, eigenlijk moeten we gewoon zorgen dat de dijken op orde zijn. En dan is de kans zo klein dat een overstroming gebeurt, dat het gewoon helemaal niet meer effectief is eigenlijk om nog verdere maatregelen te nemen in laag 2 en 3. Dus ik ben ook heel benieuwd wat mensen hiervan vinden, als de poll geopend kan worden. Zegt u, nou, de dijken zijn wel genoeg? Of inderdaad, en ook bij zeespiegelstijging blijven de dijken gewoon ophogen? Of, nou, oneens. Ik zie toch nog bijna, tot nu toe bijna alle reacties op oneens. Ook wel eentje op eens. Ik zie één persoon oneens, maar dit soort schuillocaties zijn ook niet het antwoord. Ik weet niet wie deze heeft ingevuld, maar ik ben heel erg benieuwd naar de redenatie erachter.
ik had deze ingevoerd. Mm-hmm. Omdat ik gewoon denk dat we op een gegeven moment dat er gewoon een eindigheid is aan het ophogen van die dijken. En dat je naar andere scenario's uit zou moeten gaan zien. Dat was eigenlijk de argumentatie daarachter. En dan is dit een mooie tussenoplossing voor een x-aantal jaar. Misschien de eerste 100 of 200 jaar, maar uiteindelijk gaan we het hier ook niet meer redden. Oké, okay, interessant. Ja, als je naar de hele lange termijn visie bekijkt, dan is dat inderdaad een... Dan zou je kunnen redeneren dat dit ook niet een oplossing is. Want aan de andere kant gaan, iemand zegt eens en we blijven de dijken gewoon ophogen. Kan iemand dat de antwoord toelichten? Die dat antwoord heeft gegeven? Ja, dat is meer een Johan van Meulenwaard op onze Delta. Dat is meer een beetje geredeneerd vanuit de komende 50 tot 100 jaar. Dat het de huidige dijken nogal toereikend zullen zijn. Uiteraard niet geredeneerd voor 100 jaar of verder. Ja, het is dan wel gelijk interessant. Die verschillende schaalniveaus die we hebben. Want vanuit de gemeente, als wij met een woningbouwproject bezig zijn, dan kijken wij eigenlijk 30, 50 jaar vooruit. Terwijl iedereen weet en hoopt ook wel, gegeven de mensen die een koopwoning hebben, dat woningen wel wat langer blijven staan dan 50 jaar. En dat maakt juist dit soort keuzes, binnendijks, buitendijks, geschikt voor een schuillocatie of niet, maakt het heel erg relevant eigenlijk. Terwijl de discussies nog niet heel veel voeren. Dus dat is een... Interessant dat er hele verschillende antwoorden uitkomen, vooral omdat er gewoon eigenlijk naar verschillende schaalniveaus wordt gekeken. Goed, ik wil door. Ik heb nog iets in de chat naar aanleiding van de vorige poll. Daar werd opgemerkt van in Japan weet iedereen wat je moet doen als er een aardbeving komt, hè, tot kinderen aan toe. Is zoiets voor waterveiligheid ook mogelijk in Dordrecht? Ik heb dezelfde geantwoord dat risicocommunicatie heel belangrijk is. Maar misschien kan jij nog nadenken. Ja, ik kom daar later nog iets verder op door inderdaad. Wij hebben wel, dat is iets wat we nog verder willen ontwikkelen, maar inderdaad, je kan niet alleen maar de schuillocatie of de fysieke middelen bieden zonder dat mensen weten wat ze kunnen doen als er echt een overstroming is. En in Japan, hoe ze dit heel veel doen, zover ik het weet, ik ben er geen expert in, maar er is heel veel educatie vanaf jongs af aan al. Wij proberen in Dordrecht ook zeker de jeugd te informeren over wat er kan gebeuren. Momenteel zijn we met een programma bezig waarbij we schoolklassen uitnodigen om echt les te krijgen hierover. Ze bouwen dan ook een vlot. We gaan op 2 juli, uit mijn hoofd, is er ook een reddersdag, waarin dan die kinderen met een vlot kunnen gaan varen in een veilig stukje van een haven. Om die kinderen maar inderdaad ook bij te brengen wat je kan doen. Dus we gaan dan in zijn lesdag gaan ze ook bijvoorbeeld een zolder vullen met de spullen die nodig zijn. Dus ja, communicatie is een even belangrijk onderdeel ten opzichte van de fysieke systemen die je moet realiseren om te zorgen dat mensen veilig kunnen schuilen. Zonder communicatie kom je er niet. Uiteindelijk, en dat zien we ook heel duidelijk nu met corona, is je eigen gedrag het meest doorslaggevende in de veiligheid van mensen. Je kan een droge zolder hebben, maar als je besluit om te gaan rijden met je auto en halverwege overvallen wordt, dan zit je in een veel gevaarlijkere situatie dan dat je op je eigen zolder was blijven zitten. Laat staan of je naar een publieke schuillocatie of een hoog gebied kan gaan. Dus ja, je eigen gedrag is het uiteindelijk het doorslaggevende. Daar hoort dus ook zeker goede communicatie en educatie bij. Daar zijn we in Dordrecht en ook heel veel andere gemeentes of partijen of waterschappen zijn hier in veiligheidsregio's zijn hier allemaal mee bezig. Mijn persoonlijke mening kan dit zeker nog meer. Want het is... Ik vind het zelf een beetje raar hoe weinig ik, toen ik zelf op de middelbare school en lagere school zat, heb geleerd over waterveiligheid. Gezien dat ik toen ook al naast de rivier woonde. Die in 1994, 95 bijna overstroomde. Maar ik heb nooit daarna een les erover gehad. Dus lijkt mij heel belangrijk en, dat het gebeurt. En iets waar we mee bezig zijn, maar zeker iets wat nog verder kan. Goed, ik heb tot 10 over, is mij verteld, nog maar een kwartiertje. Even door te gaan. Ja, dit was ook nog een hele interessante. Ik ga er echt heel snel doorheen. Als je meer wilt weten, ik kan spullen over de IRBR en het onderzoek wat gedaan is sturen. En die expositie start ook en daar zullen we natuurlijk het meest laten zien. Laten we ook heel veel zien over communicatie, dus ik denk dat dat heel interessant is. Maar één heel interessant onderwerp was ook economie en flexibel gebruik. Die schuillocatie die je creëert, die wordt, het is niet dat we die elk jaar nodig hebben. Gemiddeld gezien verwachten we dat die ongeveer 1 keer in de 100 jaar nodig is, omdat je veel vaker evacueert
dan dat er daadwerkelijk een overstroming is. Denk aan 1994, toen is ook een groot gedeelte van de Betuwe geëvacueerd. Uiteindelijk gelukkig niet nodig. Maar ik heb wel cijfers gehoord van, nou, je evacueert 10 keer en 1 keer is er ook echt een grootschalige overstroming. Maar die 10 keer ga je dus wel evacueren. Dus er wordt nu al wel gezegd, nou, iedereen gemiddeld gezien 1 keer in de levenstijd zal wel 1 keer moeten evacueren. Klinkt misschien heel erg onwerkelijk, maar misschien dat we ook allemaal 1 keer een wereldpandemie meemaken. Dan hebben we die tenminste nu al gehad. Maar omdat we, ja, het is niet economisch rendabel en kosteffectief om allerlei schuillocatieplekken te gaan realiseren en duizenden veldpetjes op te gaan slaan die maar 1 keer in 100 jaar gebruikt gaan worden. Dus hoe kan je bepaalde voorzieningen creëren die gewoon in het dagelijks leven zichzelf in stand houden en economische kansen bieden voor de mensen die er wonen en voor de stad, maar die dan ook ten tijde van crisis gebruikt kunnen gaan worden. Sportzaal is dan natuurlijk het meest bekende onderwerp, een voorbeeld, zoals ook in veel steden, waaronder ook Japan, zoals de foto linksboven, gebruikt gaan worden. Maar kunnen we ook iets anders bedenken? Nou, daar is ook een Dordts bedrijf in de gang gegaan. En die kwam met een concept, een soort integraal woon-werk concept met kleine bedrijfjes, schone economie, die op de begane grond kunnen gaan werken. Daarboven dan kan ook gewoond gaan worden. En het hele gebouw zijn een soort modulair wonen, zoals het heette. Ik noem het altijd studentencontainers, die gewoon in elkaar geklikt kunnen worden, waarbij je een huis kan hebben van 1 container of 2 of 4, en werkplekken van 4 of 5 of 8, wat dus heel flexibel gebruikt kan worden, een hele lage kostprijs heeft en gelijk ook heel veel wooninheden heeft voor de grote woningsnood die we momenteel ook in Dordrecht hebben. Nou, dit was sowieso een mooi ontwerp, of in ieder geval een mooie uitwerking van een idee van, nou, hoe kan je wonen en werken combineren? Maar het was dan ook nog eens een keertje heel erg effectief om te gaan gebruiken als een flexibele evacuatieruimte. Bijvoorbeeld ten tijde van een overstroming. Nou, kan je de begane grond niet gebruiken, maar omdat het zo flexibel is, kan je wel de niveaus daarboven gebruiken, die dan ook grote open ruimtes hebben, waardoor er heel veel mensen in kwijt kan. Desnoods zou je ook op het dak kunnen gaan zitten, hoewel het niet tijdens de storm effectief is, maar daarna kan je dan van die ruimte gebruik maken. En je kan natuurlijk dan in al die wooneenheden ook extra evacuees kwijt. Dus dit soort concepten die zowel goed waren voor de woningbouw en goed waren voor lokale economische kansen, kleine bedrijfjes, die start-ups die ruimte nodig hebben. En dan ook ten tijde van evacuatie de meest effectieve vorm eigenlijk was. Dus dat was heel interessant om daar met verschillende perspectieven naar te kijken en dat proberen samen te brengen. Ik zie dat Paul van Es nog steeds het handje omhoog heeft, maar ik weet niet of dat een nieuw handje is of het oude handje nog. Als dat het oude handje is, kan we gaan een nieuwe, dan hoor ik het graag. Nou, nog een discussiepunt. Gegeven het feit dat dit een goed idee zou zijn, alle hoge gebieden in het westen, noem ik hem eventjes, Holland, lage gedeeltes, zouden ze ook langs de rivieren kunnen of sommige plekken van Friesland, zouden eigenlijk als schuillocatie ingericht moeten worden. Een beetje deels terug naar het TERP-idee. Is dit een goede aanpak? Nou, eens of oneens, en dan ook nog wat verdere dingen. Of als je je helemaal niet kan vinden in deze 4 antwoorden, laat het dan ook vooral weten. Ik zie wel dat het alleen maar eens antwoorden komen tot nu toe. Dat is wel een interessante, want tot nu toe is het niet dat wij dit soort concepten gebruiken, zover ik weet, in binnen gemeenten, waterschappen of provincie. Zijn er mensen die hier iets op willen toelichten? Misschien mensen die er zelf ook al ervaring mee hebben, andere gebieden waar dit al gebeurt? Of mensen die nu een idee hebben gekregen om dit toe te gaan passen binnen een eigen gemeente of regio? Dat zou ook mooi zijn. Ik zie daar geen reacties op, maar wel veel mensen die het eens zijn. Als er geen verdere discussie. Lisbeth, zijn er nog vragen die binnen zijn gekomen? Nee, geen vragen. Wel een tip over het communiceren. Dat je begint met communiceren dat je veiliger bent op zolder wanneer je ook een dakraam of een dakkapel hebt. Neem die voorzien op in de bouwverordening. Klopt, ja. Hele goede tip. Hele goede tip, inderdaad.
schuilen op eigen zolders of schuilen in hoge gebouwen zal altijd zeker een onderdeel moeten blijven. We hebben nooit hoog genoeg, genoeg hoge gebieden dat iedereen kwijt zou kunnen. Ja, een exitroute is dan van levensbelang. Reden waarom, en dit is ook iets wat in het convenant klimaatadaptief bouwen is uitgewerkt binnen Zuid-Holland, maar wat ook nu op veel andere plekken in Nederland wordt gebruikt, is dat er altijd genoeg schuillocaties moeten zijn. En wij gebruiken die afspraak binnen het convenant momenteel in Dordrecht om bij nieuwe woonwijken in het binnendijkse gebied ook te eisen dat er genoeg plekken zijn, verblijfsruimtes eigenlijk, die droog zullen blijven bij een evacuatie. En daar hoort dan ook inderdaad een dakraam. Of in ieder geval een manier in om dat uit te komen. Wat vaak de vorm aanneemt van een normaal raam of een dakraam. En dat is vrij makkelijk mee te nemen bij nieuwe ontwikkelingen als je het maar vroeg in het proces doet. En een hele kosteneffectieve aanpassing die, ja, vooral een keuze is in het ontwerp eigenlijk. En die verschrikkelijk handig is om te hebben als er ooit fout gaat. En verschrikkelijk vervelend is om niet te hebben als het ook ooit een overstroming is. Dus daar proberen wij in Dordrecht in ieder geval op te letten. Goed, als er mensen zijn die hier graag iets op willen toelichten, dan hoor ik het graag. Anders ga ik door. Het is gewoon jammer dat al deze discussies tegenwoordig, in ieder geval workshops, nu digitaal moeten. Ik denk dat het fysiek makkelijker om een discussie te voeren, maar het is nog even niet anders. Ik had nog één andere poll, als ik het niet fout had. Ja, eerst nog iets over de communicatie. Net dus ook al genoemd, inderdaad heel erg belangrijk. Proberen we in Dordrecht ook al veel aan te doen. Rechts een poster van de Redders van Dordt. Een project wat dit jaar is opgestart om de Sint-Elisabethvloed te herdenken, 600 jaar geleden. Waarin een groot gedeelte van de Waard rond Dordrecht is overstroomd. En eigenlijk de oude stad van Dordrecht de functie vervulde van een schuillocatie voor de omliggende dorpen die toen overstroomden. Het water stond toen letterlijk tegen de stadsmuren aan. En Dordrecht is toen een ark geweest, een schuillocatie voor al die mensen waar ze naartoe konden gaan. Die hoog stond, die droog bleef, waar mensen veilig naartoe konden gaan om bij andere mensen een veilige schuilplek te kunnen vinden. Dat idee was ook wat ons heeft geïnspireerd om nu naar de staat te kijken. Want de binnenstad van Dordrecht zelf ligt zelf ook nog hoog, 2 tot 3 meter boven zeespiegel. Maar de staat ligt toch wel weer een stukje hoger, wat sowieso meer veiligheid biedt en ook een stuk groter is. Maar met de Redders van Dordt is een communicatie waar we dus specifiek op basisscholieren momenteel een soort lesprogramma aanbieden met ook heel veel ervaring erin. Dus kinderen echt laten ervaren wat het is om die spullen voor de zolder bij elkaar te halen, met water te laten werken en een vlot te laten bouwen met het idee van, nou, hè, jullie, niet dat het idee is dat ze nu elke keer een vlot gaan bouwen als er een overstroming is, maar meer met het idee om mensen te laten wennen aan het concept van dat het ook nog een keertje fout kan gaan en dat je je dan echt wel zelf verantwoordelijk bent om jezelf ook veilig te houden. Nou, we koppelen hier ook een langer communicatieprogramma aan. Bent u klaar als het water komt? Dat zijn we momenteel aan het ontwikkelen. Waarin we eigenlijk iedereen oproepen om een hoogwaterplan te maken. Een plan waarin je met je familie of met een andere, met je huisgenoten of in welke kring je het ook wilt doen, samen eigenlijk afspraken maakt over, hebben we de spullen die we nodig hebben? Hebben we een noodpakket op een droge plek liggen? Wat is onze schuilplek? Waar moeten we naartoe? Bespreek dit ook. Bijvoorbeeld als u ouder bent of slechter been of als u hulp nodig zou hebben, bespreek dan dit plan met iemand die u dan ook komt helpen, zodat de anderen dan ook weten en dat dan ook weer opnemen in hun hoogwaterplan. Ik vergelijk dit zelf wel een beetje zo nu dan met een pretparkplan. Als je een pretpark ingaat met een familie of een schoolklas of wat dan ook, je hebt altijd een plan om 2 uur 's middags zien wij elkaar hier. Nou, maak eenzelfde plan voor een crisissituatie. Wat gewoon heel erg effectief is. Niet alleen om het plan te hebben op het moment zelf, maar ook gewoon om een keertje al over na te denken. Heb ik genoeg spullen om het een week uit te houden op mijn eigen zolder? Heb ik genoeg spullen om het naar de staart te brengen? Want het is niet alsof daar eten klaar ligt voor 60.000 mensen. Dat soort zaken die ook in heel veel andere crisissituaties gewoon heel erg fijn zijn om te hebben. Nou, wij proberen dus ook de Dordtenaren hierin op te roepen om voor te bereiden. We gebruiken erbij de Sint-Elisabethvloed die we dit jaar herdenken, die 600 jaar geleden is, maar we gaan dit ook in de jaren hierna doorzetten en we hebben hier ook al veel in gedaan in de afgelopen jaren. Maar dat blijft dus doorgaan. En door zo nu dan wat nieuwe activiteiten te doen, door een vernieuwend ding zoals de Redders van Dordt, brengt gewoon weer extra veel enthousiasme en aandacht naar boven en dat is natuurlijk ook weer uiteindelijk perfecte communicatie. Nou,
de resultaten een beetje, de meerdaagsveiligheidsaanpak, wat heeft ons dit nu eigenlijk gebracht? Door zo'n heel gebiedsontwikkeling te starten, een onderzoek te doen van nou, wat kan er toe komen als je het helemaal ontwikkelt vanuit het meerdaagsveiligheidsconcept? Nou ja, preventie, het belangrijkste lag er eigenlijk al voor ons op een presenteerblaadje. Het gebied ligt heel erg hoog, het blijft dus ook gewoon droog. Het water zal er ook nooit heel erg snel gaan stromen. Dat is ook een beetje de unieke punt van Dordrecht, omdat je daar zowel invloed hebt vanuit de zee en de rivier. En als het toch nog op bepaalde plekken omhoog komt, zal het ook weer snel weg zijn. Laag 2, adaptatie, biedt heel veel ruimte, omdat als er water is, het maar zeer lage waterstanden zijn. Dus dan is het niet lastig om je infrastructuur aan te passen. Er is ook veel vitale infrastructuur aanwezig, noemt hij hier al. Het drinkwaterbedrijf, energiebedrijf, vuilverbranding dat warmte geeft, heeft allemaal hun vitale locaties op de staart staan. Dus wie weet kunnen wij in de toekomst zorgen dat die netwerken op alleen de staart kunnen blijven doorfunctioneren als de rest van de stad afgekoppeld of momenteel op dat moment dan niet meer kan functioneren. Waardoor gewoon zelfs stroom, warmte beschikbaar blijft. En daarnaast heel belangrijk risicocommunicatiecampagne om mensen te informeren. Laag 3, crisismanagement. Ook daar communicatiecampagne belangrijk voor. Alleen dan begin je natuurlijk al, is het meer op een andere manier. Opvang in eigen regio biedt gewoon heel veel mogelijkheden daarvoor. Je bent er sneller, je bent er veiliger. Mensen zijn misschien ook sneller, willen ook misschien best wel evacueren als ze maar dicht bij hun eigen huis blijven. Misschien is de stap van gelijk naar Breda te groot, maar als je naar de staart gaat, heb je het gevoel dat je dicht bij je eigen omgeving blijft. Je hebt veel snelle hulp van buiten en het heeft een grote capaciteit. Eigenlijk laag 4 nog even toegevoegd, vooral vanuit ideeën, dus nog niet heel veel uitgewerkt, maar het principe van redden en herstel vanuit de staart kan dan ook veel sneller. Als je iedereen op een eigen zolder heeft, dan is iedereen eigenlijk hulpbehoevend. Als je 60.000 mensen op de staart hebt, kan je misschien 50.000 mensen evacueren. We kunnen 10.000 mensen achterblijven om zelf te gaan redden. Zelf alweer deels te gaan herstellen in de stad. Dus heel breed concept, maar zou je mogelijk dan kunnen gebruiken. Deze dat is aanpak... een interessante vraag, Rick. Zeg het maar. Een vraag van Marco Hoogvliet. Is het realistisch om bij herstructurering van bestaand binnendijks stedelijk gebied in Dordrecht her en der buurten hoger aan te leggen en zo de evacuatieopties te vergroten en spreiden? Interessante vraag. Vanuit kosteneffectiviteit op instinct zeg ik nee. Het water kan naar 3 meter hoog komen. Dus om de hele buurten 3 meter te gaan verhogen, heb je het over een enorme stedelijke ingreep. Er is eerder ook wel eens gekeken of wij bijvoorbeeld de N3 verhoogd konden aanleggen. Dat gaf uiteindelijk qua luchtkwaliteit al meer nadelen dan dat het voordelen zou geven tijdens een evacuatie. Waar we wel naar kijken binnenstedelijk, en daar is ons nieuwe stadskantoor momenteel wordt ontwikkeld, ook een goed voorbeeld van. Dus of je bijvoorbeeld grotere gebouwen die meerdere verdiepingen hebben al wel kan inrichten als publieke schuillocatie. Dus niet zozeer een heel gebied, maar wel grotere kantoorpanden die mogelijk ruimte bieden binnen een eigen wijk aan honderden mensen die het niet alleen op hun eigen zolder zouden kunnen redden. Of die wat dan ook om een of andere reden fijner zouden vinden om op zo'n publieke schuillocatie te vinden. En dat is natuurlijk ook wel, kijk, Dordrecht ligt gemiddeld gezien 1 meter onder zeeniveau. Waarbij we dan 3 meter maximaal kunnen overstromen in een extreme situatie. De Alblasserwaard ligt aan de andere kant van de staart. En ik denk ook altijd van, nou ja, als dat gebied een risico zou hebben op een overstroming, zouden die mensen ook deels naar de staart kunnen komen. Maar dat gebied ligt veel dieper. En dat zou dus nog lastiger zijn om daar verhoogde wijken echt aan te gaan leggen. Maar ja, ik zou dus zeggen, wijken niet, individuele gebouwen zeker wel. Maar deze aanpak heeft dus gewoon heel veel nieuwe inzichten opgeleverd. Het was een hele interessante gedachtegang om hier helemaal doorheen te gaan. En elke keer als we bij een discussiepunt aankwamen, wat je normaal vanuit stedenbouw of landschap of ecologie aanpakken, elke keer vanuit waterveiligheid. Wat in eerste instantie is hier het beste keuze vanuit waterveiligheid? En hoe is dat dan op zo'n goed mogelijke manier te combineren met de andere opgaves die we ook gewoon hebben? En dat leverde nu en dan inzichten op die heel erg interessant en minder bruikbaar waren, maar zeker ook nu en dan inzichten, voornamelijk rond mobiliteit en werk en economie, die wel heel erg bruikbaar zijn. Dus dat is een interessant resultaat, daar kwamen we zeker uit. Nou, de laatste poll, denk ik, qua tijd, ja zeker. De nationale overheid moet hier het voortouw innemen.
daar hebben we dit momenteel eigenlijk opgepakt vanuit de gemeente, wel met heel veel hulp, ook heel veel interesse en kennis wat vanuit de nationale overheid meekwam. En natuurlijk subsidie via het IABR-programma. Maar is dit niet eigenlijk een te grote opgave en zou hier niet gewoon een nationale richtlijn voor moeten komen? Een beetje continuatie van de vorige stelling, zou elk hoogliggend gebied in laag Nederland als schuillocatie ingericht moeten worden? Oh, nu, tot nu toe gaat het gelijk op. Gaat het heel gelijk op. Oké, leuk om te zien. Wel allemaal eens het vraagt om een nationale aanpak. Of het is beter als het regionaal opgepakt kan worden. Misschien één persoon om te reageren vanuit waarom dit beter is vanuit de regio. Die nu een lichte voorsprong heeft. En daarna moeten we het helaas ophouden. Want ik wil jullie genoeg tijd geven naar de volgende workshop te gaan. Misschien één korte reactie daarvan. In de regio ben je misschien specifieker naar plekken aan het kijken. Is het dus niet zo van iets moet. Het is prima als het als nationaal dat gezegd wordt. Maar je bent gewoon heel in overleg en specifiek naar een locatie aan het kijken. Meer aanpakken vanuit kansen dan vanuit verplichtingen. Ja. Ja, ja, zeker net wel wat voor te zeggen. Goed, we hadden nog een kleine laatste stelling, maar daar hebben we jammer nog niet meer genoeg tijd voor. Heel erg bedankt voor uw aandacht. Ik hoop dat u wat van heeft opgestoken. Als u verder nog vragen heeft, ben ik gewoon bereikbaar via mijn e-mailadres, wat ik zo even in de chat zal zetten. Op 2 juli opent ook de expositie waar dit eigenlijk nog veel uitgebreider staat en ook gewoon een leuke plek is. Om eens een keertje langs te gaan. Maar over het algemeen, deze aanpak heeft ons heel veel gebracht in Dordrecht. Het is ook mooi om dit via het Delta-programma weer te kunnen delen. En heel erg bedankt. Ik hoop dat u een interessante workshop was, zover het een workshop is in deze digitale setting. Ik zal mijn e-mailadres in ieder geval in de chat zetten voor verdere vragen. Dan wens ik u ook heel veel succes en plezier met de volgende workshop, die hier over een kwartiertje volgens mij zal starten. Dank u wel.